op Brabant Televisie. Hij was voorbestemd om visser te worden, maar de schilderskunst had hem toch meer in het bloed. De werken van Willem van Dort hangen in honderden woonkamers in Bergen op Zoom. Op de tentoonstelling in het Markiezenhof hangen nu de mooiste bij elkaar. Hij werkte in de eerste helft van de 20e eeuw en maakte duizenden schilderijen, vooral in Bergen op Zoom en Rotterdam. Willem van Dort, hier helemaal links, was er een uit een Bergse vissersfamilie. Bootjes, water, luchten, ze hoorden bij zijn favoriete onderwerpen. Dan kan je bijna zien dat hij haast heeft. Want hij heeft ook ontzettend veel geschilderd en hij schildert iedere dag. En van, oh jee, ik moet snel zijn, ik moet het vastleggen, want zometeen is het voorbij. Ja. De Bergenaren sloten hem in hun hart omdat hij hun stad vastlegde. En nu werken ze graag mee aan de tentoonstelling. Ik vind het heel leuk om te laten zien, omdat je merkt dat de mensen het leuk vinden. Ze hebben zo enthousiast gereageerd en je komt bij mensen thuis. Ze laten alles zien, ze vertellen alles. Het was een goede zaak om een Van Dort in huis te hebben. Zijn schilderijen waren gewaardeerde cadeaus. Van mijn vader. Die, toen wij trouwden, is hij in ons huis komen kijken. En toen zei hij zo van, ja, het is hier zo kaal, zo leeg. Ik heb wat voor je. Dit is waar de mannetjes vroeger gingen plassen. En dit zijn de daken van de Rijkenbuurtstraat, de achterkant zo. En als je die straat dus doorloopt, dan ga je zo, kom je op het Markiezenhof terecht. De tentoonstelling duurt nog tot eind augustus. En dat betekent dat veel Bergenaren hun favoriete schilderij lang moeten missen. Dus het eerste wat ik uit mijn huis haal, als het eventueel in brand zou gaan, neem ik dat, als ga ik het uit huis en neem ik dat als eerste mee. Na mijn kinderen natuurlijk en zo. Ha ha.